Naar aanleiding van de vele schietincidenten in Feyenoord in de maanden juli en augustus zijn we vandaag binnengetreden in een zevental panden in de hele stad Rotterdam, omdat we de verdenking hadden dat daar vuurwapens zouden liggen. We hebben vandaag geen vuurwapens aangetroffen en we hebben ook geen verdachten aangehouden. Wel hebben we een geldbedrag in beslag genomen en een aantal telefoons. De bewoners in Feyenoord moeten zich veilig voelen. En moeten zich veilig voelen om te melden en informatie te geven. De mensen die vuurwapens bezitten of ze zelfs gebruiken, die mogen zich de komende tijd echt onrustig voelen.